Welkom terug bij ons podcast. Vandaag hebben we iets speciaals voor jullie. Een kijkje achter de scherm bij ons team. We gaan vandaag waarheid durven of doen spelen. Maar voordat we dat willen doen, gaan we even kort onszelf voorstellen. Ik ben Ebru Kojak en ik studeer HR. Ik ben Femke en ik studeer event. Ik ben Brit en ik studeer event. Ik ben Laure en ik studeer Intercultural Relations Management. Nu gaan we beginnen met het spelen van waarheid durven of doen. Wie wil er eerst beginnen? Ja, ik wil eerst beginnen. Ja. En je kiest voor? Ja, waarheid, sorry. Waarheid, ja. Wat? Ja, de vraag is, dank u. De vraag is, wat is je geheime guilty pleasure? Ik eet graag ijsblokjes. Oei. Ja, het is het. Ja. Ja. Ik zal dan iets. Ik kies ook voor waarheid. Als je één superkracht zou kiezen, welke zou dat dan zijn? En waarom? Vliegen. Want ik reis graag, dan kan ik sneller op die bestemming zijn. Mm-hmm. Ik kies ook voor de waarheid. Als je een dag in het leven zou kunnen ruilen met iemand, wie zou dat dan zijn? Een beroemd persoon of zo, maar ik weet niet direct wie. Een popstar? Ja, wel. Zoiets, een zangeres of zo op de tour. En dan zo, dan voel ik mij zo beroemd. Ja, dat lijkt me wel leuk. Ik pak ook waarheid. Oei, heb je ooit vals gespeeld tijdens een spelletje? En zo ja, welk spel was het? Ja, al veel. Op de jeugdbeweging bij ons. Dus. En welk spel was het? Echt alles al. Oké, zit aan mij. Ja, ik kan die waarheid niet meer pakken. Oh my gosh. Doe alsof je een nieuwslezer bent en breng grappig nieuws over de klas of school. Ja, oké. Okay. Ja. Alsof ik een nieuwslezer ben. Ik weet het echt niet. Ik weet het niet. Maar volgens mij moet je mij ja of nee beantwoorden bij durven. Want je hebt mag je echt mij ja? Oh ja. Ja, ik heb durven. Nee. Sorry, ik weet echt niet. Sorry. Ik zal ook durven kiezen. Durf je een korte dans op een willekeurig nummer? Nee. Ik zal eens voor doen gaan. Ik weet niet wat dat een goede keuze is of niet. Maar oké. Okay. Stuur een willekeurig persoon een bericht op sociale media met een compliment. Oké. Okay. Moet ik dat dan nu doen, ja? Ja. Oké. Okay. Wie gaan we sturen? Mag het iemand hier zijn of moet het iemand buiten hier zijn? Ja, maar goed buiten. Oké. Okay. Een compliment. Brit mag een compliment zeggen. Maar naar wie stuurt je? Naar een vriendin gewoon. Van de dans? Ja. Ik vind dat jij heel goed kan dansen. Oké. Okay.
Voilà, ik heb het gedaan. Bewijs. Ah, het is aan mij zeker. Ik pak ook durven. Oef. Bel een willekeurig persoon uit je contactenlijst en zeg: ik hou van kaas, jij ook. Ja. Ik ga dat proberen. Mijn gsm is wel bijna plant. Ik ga mijn broer bellen. En nu neemt hij zo niet op. Ah, oh, mijn gsm is uitgevallen. Jammer. Hij is wel echt uitgevallen, als je het niet gelooft. Oké. Ja, denk ik. Ik ga ook doen kiezen. Maak een grappige video van jezelf en deel het in de groepschat. Moet dat echt nu? Ja. Een grappige video van mezelf maken. Oké. Okay. Maar welke groepschat? Onze groepschat. Oh my gosh. De kleine of de grote? De kleine. Welke video zou ik kunnen maken? Welke video zou ik kunnen maken? Ja, als voor ons of zo. Trek gewoon een raar gezicht. Ja, mooi gekke bekken. Gekke bekken. Oké. Ja, ik ga het doen, Wil het? Ja, staat. Thanks. Ja, wat moet ik doen? Een grappig gezichtje. Wel een video, hè? Hey girlies. Ja. Hey girlies. I hope you're doing wonderful and that your day is as shining and as bright as yourselves. Keep shining and keep smiling. I am rooting for y'all. Keep going. De high post. Oh my gosh. Oké, ik ga het sturen, Die zijn in de foute groep. Hey girlies, I hope you're doing wonderful and that your day is as shining and as bright as yourselves. Keep shining and keep smiling. I am rooting for y'all. Keep going. Ik kies weer voor waarheid. Wat is je grootste angst? Wat is mijn grootste angst? Geen idee eigenlijk. Eens, ik weet niet, ergens verdwaald zijn of zo. Ja, of misschien spinnen. Wel spinnen, insecten. Dat maakt me wel een beetje bang. Ja. Ik ga ook waarheid kiezen. Heb je ooit iets gegeten waarvan je later spijt had? Gegeten niet, maar gedronken wel. Matcha, koffie. Zo matcha, latte. Mm-hmm. Nee, dat is echt... Oké, okay, ik kan misschien wel snappen dat je dat lekker vindt, maar ik vind dat echt niet lekker. Ik vind dat dat smaakt naar gras. Ja, mensen zeggen dat ook vaak. Maar, dus daar had ik wel spijt van het geld. Mijn crème besteed heb vooral. Ik ga ook terug waarheid pakken. Wat is de meest ongebruikelijke plek waar je ooit hebt geslapen? Ik denk dan toch gewoon in de klas. Niet de eerste keer. Gebeurt wel vaker. Tijdens de les. Mogen we weten welke les? Tijdens de les People Skills. En tijdens nog een les.
Tijdens les Sound & Light van Geert. Maar het gaat niet per se over de inhoud van de les, maar eerder om de context van dit haar gemoedstoestand die dag. Ja. Oké, ik ga nu ook waarheid pakken. Oh. Oh. Als je een superkracht zou kunnen hebben, welke zou je dan kiezen en waarom? Tijdreizen. Dat zou ik echt wel kiezen. Om gewoon om mezelf, ja, een paar jaar geleden nog eens te zien. En mezelf echt waarschuwen van, doe dat niet. Dat zou ik echt, oh my gosh, ik zal dat echt wel doen. Ik zal dat echt wel doen. Dus ja. Alleen terug in de tijd of ook in de toekomst? Nee, dan wel in de toekomst. Wel in de toekomst. Ja. Oké. Okay. Ja, dat is het. Is mijn beurt, denk ik. Kies voor doen. Doe een handstand tegen de muur en blijf zo lang mogelijk. Maar ik denk dat hier geen plek is om handstand te doen. Denk ik. Ja, jammer. Die zei mij, en jij? Je bent al zo lang niet meer geweest. Ah nee, ik heb net geweest. Sorry, oké. Okay. We gaan nog eens voor de waarheid. Wat staat er op de eerste plaats op je bucketlist? Qua vakantiebestemming of zo? Of? Gewoon algemeen. Algemeen, denk ik. Oh jee. Ik wil heel graag eens op vakantie naar Dubai of zo. Allee, dat lijkt me zo echt heel fancy. Maar ik ga niet mee met de... Je kan dat zo doen via school, hè. Mm-hmm. Maar dat ga ik niet doen. Waarom niet? Ik weet niet. Ik weet niet, maar ik wil het wel eens graag. Maar misschien buiten school. Mm-hmm. Gewoon echt vakantie. Ja. Ja. Dus, ja. Dank je. Ik ga terug voor het durven. Stuur de laatste persoon die je hebt geappt een emoji zonder uitleg. Ik ga dat niet doen. Oké. Ik kies ook voor doen. Is dat er niks op? Het valt niet veel te doen. Nee. Dat is gewoon een hoopje van dat door. Dat het ook nog doen is. Oh, ja, ik had het al. Oké. Laat een zelfgemaakte vliegtuig van papier door het lokaal vliegen. Dat kan ik niet. Ik kan dat niet. Zo. Maar ik kan dat niet. Saai. Ik kan dat niet. Sorry. Dit was het eerste deel en nu gaan we verder met het tweede deel. We gaan door met het tweede deel. Kunnen jullie even kort jullie eigen voorstellen? Ja, ik ben Putri en ik doe HR. Ik ben Miriam en ik doe ook HR. Ik ben Rachel en ik doe event. En wie wilt eerst beginnen bij jullie? Ik zal wel beginnen. Mijn waarheid pakken. Wat is het raarste gerucht dat je ooit over jezelf hebt gehoord? Ik wil iets zeggen, maar dat is gênant. Dat is niet erg. Ja, jawel. Ik zal zeggen dat ik mijn vriend had gehoord dat ik had hem bedrogen met een buurjongen. Maar ik heb geen buurjongen. Ik zal voor waarheid kiezen. Wacht, kan ik eens vragen? Wist je dan niet? Nee.
Heb je ooit iets online geplaatst waar je later spijt van had? Oh, nee. 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 Geen rare foto of zo. Nee. Moet jij het zeggen? Ik heb ook waarheid. Wat is je grootste droom die je nog niet aan iemand hebt verteld? Mijn grootste droom. Ik denk dat iedereen dat wel weet, wereldreis doen. Ik heb niet echt een droom dat niemand erover weet eigenlijk. Oké. Als jij een vaardigheid of talent zou kunnen kiezen om direct te beheersen, wat zou dat dan zijn? Ik denk zingen. Ik kan dat echt niet doen, dus ik wil dat wel. Oké. Zou ik durven pakken? Draai rondjes om je eigen as. Voor 30 seconden zonder te stoppen. Kom maar. Oké. Wie telt? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Niet falen, niet falen. Oké. Ik zal ook terug pakken. Doe een impressie van een bekend persoon naar keuze. Nee, want ik weet dat niet. Ik weet er geen. Heb je ooit iets gestolen? Toen ik klein was, de kruidvatsnoepjes misschien. Heb je ooit gelogen om uit een benarde situatie te komen? Ja, eigenlijk wel. Over wat? Moet ik dat echt zeggen? Ik weet dat niet. Ik heb dat veel keer gedaan, maar ik kan dat echt niet zeggen. Nee. Terug waarheid. Als je een vak zou kunnen afschaffen, welke zou dat zijn en waarom? Ik denk introductie van finance. Dus ik zie de nut er niet in. Maar ja. Als je dit ziet, sorry. Ik ga ook terug waar het. Wat is het meest kinderachtige dat je nog steeds doet? Ik heb nog steeds knuffels en zo en poppetjes. Durven. Doe een dier na. Hou, hou. Welke dier is dat? En welke dier was dat? Welke dier was dat? Dat was een hond. Ik zeg het nu, ik ga dat niet doen. Zing het refrein van je favoriete liedje, Loud Girls. Zelf als je niet kunt zingen. Ja. Dat ga ik niet doen, want ik heb net gezegd dat ik niet kan zingen. En wat is jouw favoriete liedje dan? Oeh, nu is dat moeilijk, want waarschijnlijk kennen jullie dat niet, dat is allemaal in het Spaans, dus dat is goed nu. Als je een boek zou schrijven, wat zou de titel zijn en waar zou het over gaan? Als ik een boek moet schrijven, zou het over mezelf gaan. Maar niet mijn naam, dat de mensen niet weten dat ik het ben. Gewoon een fantastische Mirjam, die ik nu niet ben. Ja, dat zou ik over schrijven. Ja, ik ga toch waarheid nemen. Heb je ooit iets gewonnen in een loterij of wedstrijd? Ik heb ooit iets nagelstickers gewonnen op Instagram. Dat is het enige.
Waarheid. Welke boek, film of tv-serie heeft je recent aan het huilen gebracht? Dat was een Turkse serie. Dat is meestal dramatisch. En ja, en dan, daar moest ik ook huilen. Dat was een heel erge stukje. Dat een meisje geen moeder heeft. En ja, zo van die dingen. Oké. Als jij een dag onzichtbaar zou kunnen zijn, wat zou jij doen? Dat is een goede vraag. Ik zou gewoon jullie allemaal spioneren, hè? Allemaal. Je wil zien wat jullie allemaal doen, hè? Terug waarheid. Wat is het vreemdste gerecht dat je ooit hebt gegeten en vond je het lekker? We gingen een keertje naar Ghana. En daar heb je zo'n dier, die noemen dat bushrat. Geen idee hoe je dat in het Nederlands noemt. En dat was wel heel lekker. Die soep, dat was echt lekker. Ja, toch waarheid. Heb je ooit afgekeken tijdens een examen? Nog nooit, want ik durf dat echt niet. Oh, serieus? Ja. Ik ben niet zo zin. Oei. Vecht op, vecht op. Wat is het meest gênantste dat je ouders over je weten? Dat ik soms praat als ik aan het slapen ben. Oh, oh my god, nee. Ja. Ik ken ook. Allee, dat is niet echt gênant, maar... Wat is je vreemdste gewoonte waar niemand vanaf weet? Dat is niet raar of zo, maar ik slaap gewoon elke dag met mijn ventilator. Maakt niet uit of het koud is of zo. Dat moet gewoon altijd. Word je nooit ziek? Ça va, maar niet door de ventilator, hè. Gewoon door het weer. Maar niet door de ventilator. Oké, terug waarheid. Heb je ooit iets gedaan waar je spijt van hebt en wat was dat? Heel veel. Maar als ik eentje moet kiezen... Even nadenken, hè. Ik kan niet zo direct op iets komen. Ah ja, ik had ooit eens schoenen gekocht bij de Action. Ik vond ze mooi, maar dat waren na 2 weken al kapot. Wat is het gekste dat je ooit in het openbaar hebt gedaan? Ik denk gewoon vallen van de trap of zo. Op school. Oh, nee. Op school, ja. Ik heb waarheid. Wat is je meest bizarre droom ooit geweest? Dat ik kon vliegen of ja, dat iemand achter me rende, zo van die dingen. Oké. Dans als wanneer niemand kijkt voor 1 minuut. Dat is wel lang, hè? Die dan 10 seconden. Ja, 10 seconden, maar ik weet niet. Mag ik iets normaal dansen? Ja. Mag ik zelf een liedje kiezen? Ja, ik zet okay. Een timer. Dan is dat goed. Anders. Mijn dansskills. Oké, we gaan kiezen. Wacht, hoeveel seconden? Wacht, of het laat me even muziek zoeken. Oké, dat maakt niet uit. Zo. Doei.
Dat is ook een naam. Ja? Ja? Oké, dat is goed. Heel mooi. Oké. Heel schoon. Thank you. Verzin een openingszin en probeer iemand te visseren. Kom maar. Hey Rachel. Hi. Alles goed? Ja. Heb je het een beetje warm? Ja. Dat komt door mij. Dat was goed. Zeg het alfabet achterste voren op zonder fouten te maken. Als je een fout maakt, moet je 10 keer squatten. Kom maar. Ik ben nooit. Zet. Ja. X. W. Komt dat? V. U. Wacht, hè. T. S. R. Q. P. O. N. M. L. K. I. H. G. F. E. D. C. B. A. Ja. Ja. Dat was onze laatste vraag. Dus bedankt voor jullie aandacht. Wij vonden het heel leuk om te spelen en hopelijk vonden jullie het ook leuk. En tot de volgende. Doei.